Een ongestelde vraag. Maar waar zijn die politici als het volk demonstreert dat hij gevangen is? Met die beslissingen, maar het is een politieke brei van kapitalistische belangen. Ten koste van de aarde. Ten koste van de aarde. Zo ligt de situatie. Met schone luier beginnen vecht tegen de bierkraan. Zoek je oplossingen binnen dit systeem van waaruit al die problemen ontstaan. Want echte anarchie is helemaal geen gek idee. Verantwoordelijk als eigen leider speel gezellig mee. Terug naar de definitie. De 7 in verdiepen. Tijd voor evolutie. Dat betekent iets nieuws. Plus expressie van die spirit. De menselijke maat. Geef jij je energie weg aan het staatsideaal? Dat is maximale winst. Gratis wie die betaalt. Daarop één oog. Neem waar het geld heen gaat. Ik zie het wereldwijd. Externaliseren van kosten met afwentelingsbeleid om te blijven incasseren. Rat uit mijn lijf. Wie geeft die vergunning voor de uitputtingsstrijd? Rekening retour, toch op mijn dag gedoe. Moeten wij bloeden met boetes? Voel je je wel goed? Zelfbeschikkingsrecht is de inzet van het spel. En de missie is verbinding, zegt 0011. Spirituele veiligheidsdienst. Ben je zelf een vredelievende vrijheidsvriend? Begaal, ik bedoel. Ik ben blij. Ik heb spijt. Ik heb tijd. Voor de roverheid. Om wat feiten te verspreiden over hun beleid. Geen scheid. Want dat is aan Sjaak en Appa en ook die andere Marokkaan. Nee hoor, je wordt hier niet gedist, joh. Niet door mij, door de roverheid. Beslist maar, waarom zou ik verklappen? Wat je al lang weet. Wel, weet je, het boeit me echt. Heel veel. Omdat we broers zijn en zussen, een enorme kliek. Alle mensen op aarde zijn één grote familie. We stemmen op partijen die direct op een lijk. Dat is een schande, want het kan in deze tijd. Pak die van het volume hoog. Pak even zo'n beetje. Wij willen wonen, wonen is een recht. Wij willen wonen, wonen is een recht. Nederland is een misdaad.